Zorg voor elkaar. Dit gaat over de WMO. Ik heb het denk ik goed gevonden. Een rolstoel, ondersteuning bij het huishouden, een verhoogde toiletpot of een traplift in je huis. Het aanvragen ervan zou heel makkelijk moeten zijn. Hier zijn we dan bij het formulier. Daar zijn dus al vijf stappen voor nodig. Maar in de praktijk blijkt dat in Den Haag niet het geval. En dan gaat het beginnen. Het formulier waarbij er een vraag of 90 moet worden ingevuld. Geen simpele klus dus. Zeker niet voor mensen die vaak wat ouder of hulpbehoevend zijn. En dat constateert ook de onafhankelijke rekenkamer van de Haagse Gemeenteraad. Het aanvragen van hulp op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning, die ervoor moet zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is te ingewikkeld, zegt die rekenkamer. Een van de belangrijkste punten is de aanmelding. Je moet een digitaal formulier invullen. En dat is in de huidige situatie nog steeds een formulier met minstens 90 vragen. En dat terwijl de wet voorschrijft dat je op iedere mogelijke manier een aanvraag moet kunnen doen. Via een telefoontje, een mailtje of desnoods een bierviltje. Dat je heel eenvoudig zou moeten kunnen zeggen: Ik ben Pietje of Marietje. En ik denk dat ik eh, hier hulp bij nodig heb. En, en misschien kun je nog zeggen: Nou, ik denk deze hulp of ik heb dat probleem. En dat zou ongeveer voldoende moeten zijn. Dus Den Haag maakt het heel erg moeilijk? Ja, Den Haag maakt het te moeilijk. Er zijn ook gemeenten die het heel eenvoudig maken: gewoon bellen, gewoon een mailtje sturen. Gewoon één invulveld. Het kan veel simpeler. Dit ingewikkelde formulier moet van tafel. Die zorg die moet toegankelijk zijn voor iedereen. De Haagse wethouder Karsten Klein wil niet voor de camera reageren. Wel stelt hij in een verklaring dat zich in Den Haag geen grote problemen hebben voorgedaan in de bereikbaarheid van de hulpmiddelen en zorg. En dat het rapport van de rekenkamer kan bijdragen aan verbeteringen. Zo worden de digitale formulieren snel vereenvoudigd. Het lijkt bijna een garantie voor succes, maar we wachten toch nog maar even af.